Kinderboerderij De Sik aan de Kestrendreef in Breda kampt met een groot probleem. In de wei groeit sinds kort het uiterst giftige Jacobs kruiskruid. We hebben hier tamelijk veel last van sinds Jacobs kruiskruid, zoals het officieel heet, heb ik begrepen. Dat moet eruit voordat we gaan maaien, want anders komt het in het maaisel terecht en dat gaan de dieren dan weer opeten. En op dat moment is het giftig voor de dieren. Zolang het groeit, blijven ze vanaf. Maar als het in het hooi terechtkomt, dan kunnen ze het niet meer onderscheiden. Jullie gaan dat nu handmatig verwijderen? Ja, er zijn een aantal chemische middelen, maar het beleid van de gemeente hier is dat in deze landgoederenzone het gif niet gebruikt mag worden, zowel chemisch als biologisch niet. Dus zijn we genoodzaakt met de hand en met een aantal grote groep vrijwilligers voorzien van aardappelschilmesjes met de wortel en tak te verwijderen.